Sijp, het lichaam ertussen, in duel met Heubach. Marcel Sijp komt er langs, de voorzet en Nielsson maakt het prachtig af. Lasse Nielsson speelde waarschijnlijk afgelopen weekend zijn allerlaatste wedstrijd in het betaalde voetbal. 35-jarige Zweed speelde van 2005 tot en met 2007 bij SC Heerenveen en speelde de laatste jaren bij zijn eerdere club Elfsborg IF. Dit zijn volgens onze redactie de mooiste goals van Mr. Pippi Nielsson in het shirt van Heerenveen. Alves, Prajnic, kan hij hem in één keer doorspelen? Ja, absoluut geen buitenspel voor Nielsson. Friend heeft heel veel vrijheid. Nielsson zelf! En dan is het 2-0 voor Heerenveen. Is het balbezit voor NEC, maar dat weet veel te weinig kansen te creëren. En Heerenveen is zeer effectief vandaag. Mooi doelpunt, zoals die van Alves ook al fraai was. En wat dat betreft heeft Heerenveen in ieder geval de spitsen om met de weinige kansen die ze krijgen uitermate goed om te gaan. De bal door de benen speelt bij Wellenberg. Brama, dat is ook weer slordig. Zomaar ingeleverd bij de Vries. Twente is nu echt de weg kwijt. Geen buitenspel nu voor Nielsson. Nielsson om de keeper heen en zijn tweede. En Heerenveen op 3-0. Hij maakte er al 9 in de reguliere competitie, Lasse Nielsson. Jilderim, gevolgd door Rankovic. Goeie trap. Nielsson. 1-1 tegen Frenkel. Nielsson binnendoor. Nog steeds Nielsson. Oh, prachtig. Schitterend doelpunt van Lasse Nielsson. Die de terugkeer van Heerenveen in deze wedstrijd bezegelt met de derde goal. Het is de beslissing. Hij krijgt de bal wat gelukkig mee. Ziet dan dat Wapenaar een stap naar voren heeft gedaan. En tilt de bal over de doelman heen in het doel. De vrije trap. Vranjic verlengt en die bal valt binnen. Wat een wonderschone goal van Lasse Nielsson. Tegen de verhouding in staat Heerenveen op voorsprong in Nijmegen. Hij kan het zelf haast niet geloven.